Welkom bij Goed Met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld. Aflevering 139 van de Goed Met Geld Podcast. Bas en Arjan zijn we hier en uh, we gaan het vandaag eigenlijk hebben over, over je uurloon. En dat is niet dat bedrag dat op je loonstrookje staat. Uh, maar we gaan het hebben over je werkelijke uurloon. En je werkelijke uurloon kan je berekenen door alle kosten die je maakt om te gaan werken, mee te nemen in je, ja, in, in je werkelijke uurloon. En wat we ook gaan doen is kijken naar hoeveel tijd het eigenlijk kost om te werken. Want eerlijk is eerlijk, werken is hartstikke leuk, maar het kost superveel vrije tijd. En het kost meer vrije tijd dan die acht uur per dag dat je aan het werk bent. Want je hebt pauze, je hebt reistijd. Um, misschien uh, heb je mentaal een zware baan en moet je thuis even een uurtje uitdeuken uh, voordat je andere dingen kunt gaan doen. En dat speelt allemaal natuurlijk mee in uh, ja, wat je nou eigenlijk echt per uur verdient. Wil je er meer over weten? Check even goedmetgeldpodcast.nl slash 139 voor de show notes. Um, en wil je ons een, uh, een privébericht sturen? Dat kan natuurlijk ook. Goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Veel luisterplezier en um, ja, bereken zelf ook eens je werkelijke uurloon. Ik ben heel erg benieuwd. Ciao, ciao. Goedemorgen Arjan. Hey Bas. Hé, hey, hey. ik heb. Uh, dat is misschien wel een rare vraag. Want jij hebt natuurlijk een eigen bedrijf, dus dat werkt dan weer anders. Maar uh, weet jij wat je per uur verdient? Uh, ja, het ligt een beetje aan welke klant, welk project. Ja, dat, dat, daarom zeg ik al een rare vraag. Al, alles bij elkaar. Want kijk, ik, als ik op een klantproject zit, dan word ik ervoor betaald. En Bij de ene klant meer dan bij de andere. De tarieven, die, die wisselen een beetje. Ja, ja. Soms heb ik projecten voor een vaste prijs. Hè, dus dan is het gewoon, je doet dit klusje voor dit geld. En nou, hoeveel uur je eraan besteedt, moet je lekker zelf weten. Mm -hmm. Maar ik heb ook werkzaamheden die niet betaald worden. Ja, een stukje sales bijvoorbeeld, administratie. En uh, weet ik veel, uh, bijstuderen om, om relevant te blijven. Uh, uh, whatever, er, blij er komt van alles bij kijken natuurlijk. Wat niet direct voor de klant is en wat dus niet betaald wordt. Nee. Nee, dus uh, stel jij factureert uh, 75 euro per uur naar je klant toe. Dan verdien je dus niet 75 euro per uur. Nee, nee, oh nee dat klopt. Ik, ik ga niet vertellen wat ik factureer aan de klant. Dat vind ik niet zo relevant voor op de podcast. Maar, um, maar inderdaad, dan, je verdient minder dan wat je uiteindelijk aan de klant factureert. Stel dat je zegt: van, ja, dit is ongeveer het uurtarief dat ik naar de klant toe reken. Uh, ja, er komt tijd bij die niet gefactureerd kan worden. Dus, ja. dus je werkelijke uurloon wordt lager. Ja. ja, en deze aflevering heet natuurlijk je werkelijke uurloon. En uh, dat, dat zou bij jou, is dat heel makkelijk. Van, uh, als, als ondernemer zijn uh, niet alle uren die je werkt, krijg je betaald. Dus uurloon wat je factureert is niet meteen je uurloon. Ja. Zo simpel is het. Maar ik, uh, ik heb dus gelezen dat uh, mensen die uh, gewoon in loondienst werken zoals ik, die hebben ook dus uh, ja, hoe kan je dat goed zeggen? Die verdienen niet wat zij uh, aan uurloon krijgen, wat op hun, uh, hun salaristrook staat. Uh, nee, dat klopt. Sowieso moet je een beetje belasting betalen, denk ik. Uh, dat sowieso. Maar volgens mij ook hoor. Hij, hij gaat wat dieper. En uh, voor iedereen die het boek Je Geld of Je Leven heeft gelezen, die, die zegt meteen: Ja, klopt. Mm -hmm. Voor iedereen die mijn blog, denk ik, kan ik je gelezen heeft, die zegt: uh, Oh ja, klopt. En voor de rest die dat nog niet heeft gedaan, waarvan ik hoop in ieder geval dat dat de, de meerderheid van de luisteraars is. Ja, er zitten zoveel verborgen kosten eigenlijk. of. Of, of, ja, lekken eigenlijk. En daar wilden we het vandaag eens over hebben. Want wat is nou je werkelijke uurloon? En ik denk dat het goed is om dit gewoon eens aan een voorbeeld mee te nemen. Ja. Gewoon eens een rekenvoorbeeld om nou eens duidelijk te maken wat we hier bedoelen. Ja, omdat wat we eigenlijk gaan uitrekenen is inderdaad van, uh, je, er staat een uurloon op jouw loonstrookje. Uh, voor mensen die op nul uh, uren basis werken bijvoorbeeld, hè, die krijgen sowieso per uur uitbetaald, dus die hebben nou. een uursalaris. Maar ook als je een, 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 gewoon een vast maandsalaris hebt afgesproken met je werkgever, dan staat er een uurloon op je loonstrookje. En uh, dat wordt met name gebruikt, denk ik, om de waarde van je vakantieuren en dergelijke te berekenen. Want uh, of je nou een keer 160 of 170 uur hebt gewerkt in een maand, dat maakt niet zoveel uit. Je krijgt gewoon een vast maandsalaris. Ja. Maar toch, sta, toch staat er zo'n zo bruto uurloon op je loonstrook. Uh, nou, dan moet je eerst belasting overbetalen. En dan kan je zeggen, oké, okay, dan reken ik daarna uit wat mijn netto uurloon is. Maar Arjan, wat jij nu eigenlijk zegt, is dat dan ben je eigenlijk nog niet. Eigenlijk verdien je nog veel minder dan dat. Er zitten nog veel meer lekken. Oké, okay, nou ben ik benieuwd. Wij skippen even de stap van bruto naar netto. Ja. Salaris. Uh, dat staat gewoon op je salarisstrook van hé, hey, je verdient zoveel bruto. Daar gaat zoveel belasting af. Uh, nog wat premies. Dan hou je zoveel netto over. Die stap die heeft iedereen. Want iedereen in Nederland moet gewoon belasting betalen. Dus die slaan we even over. En uh, nou, voor de rekenvoorbeeld ga ik gewoon even uit van een, uh, een makkelijk bedrag 2000 euro netto per maand. Oké. Okay. Dat is uh, best wel goed salaris volgens mij. Um, maar ja wat doe je daar dan voor? Nou gemiddeld wordt er uh, uitgegaan van 172 werkuren per maand. En mm -hmm. uh, nu hoor ik meteen iedereen uh, roepen aan de andere kant van ja maar februari heeft maar 28 dagen. Mm -hmm. uh, dus dat kom je nooit op 172 uur. Maar als je nou gewoon alle werkdagen ...van het jaar uh, meeneemt. En dat deelt door 12. Dan kom je om en nabij op de 172, 173 uur uit. Oké. Okay. Ja, dat is nou eenmaal zo. Ik kan er ook weinig gaan veranderen. <laughs> dus we nemen even voor het gemak 2000 euro netto. En daarvoor werk je 172 uur. Oké. Okay. Nou, en dan uh, kan je heel makkelijk zeggen... ...nou, wat, uh, wat verdien je dan per uur? Dat is 11,63 euro netto. Jij kan wel snel hoofdrekenen. Ja. O of we hebben gewoon goed voorbereid. Ah, oké. Okay. Laten we het op die je eerst houden. 11,63 euro per uur. Dat is dan je, je netto-uursalaris. Als je uitgaat van een gemiddelde maand. Ja, ja okay. van een gemiddelde maand inderdaad. Want hè, februari is korter. Maar juli, augustus zijn weer langer. En nou, ga zo maar ja. door. Ja. Dus gemiddeld kom je op 11,63 euro per uur netto. Maar in dat boek gaan ze nog wat verder. Van ja, dat is heel leuk dat je 11,63 euro verdient. Maar uh, klopt dat wel? Want, Bas. Um, ja, ik, ik weet niet hoe jij dat doet, maar reken jij wel eens voorrijkkosten? Uh, nee, dat doe ik niet. Ik, uh, ik, ik, heb gewoon een, ik spreek vaak een al-in-tarief af. Oh ja. Ik, ik zit erover te denken. Ik had laatst een gesprek met een andere ondernemer, consultant, die, die dat wel deed. En die rekende geen voorrijkkosten, maar die zei van: uh, Als ik op locatie werk, dan reken ik een euro per kilometer. Ja. Uh, die, die ik moet rijden. En, en toen zei de klant van: Ja, maar het kost jou helemaal niet een euro per kilometer om te rijden. En toen zei die: Neem maar de tijd die ik in de auto zit, die wil ik ook betaald krijgen. Ja. Dus, uh, dus dat was een beetje inderdaad nou, van. Als je gewoon een klant heel ver weg hebt, ja, dan reken je daar wat meer voor. Uh, ik, ik, ik heb dat tot nu toe niet gedaan. Misschien dat ik bij een volgende project dat wel ga afspreken. Ja, dus misschien, uh, uh, ja, reistijd uiteindelijk is natuurlijk wel gewoon wat waard. Hè? Ja, nou, en ik, uh, ik kan je vertellen: ik als gewone werknemer krijg mijn reistijd niet betaald. Uh, nee. Daar is soms een uitzondering. Hè, want uh, als je naar, voor je werk naar het buitenland moet, dan is er wel zo'n regeling. Ah. Uh, want hey, je dan ben je opeens uren en uren onderweg naar de klant en dan zit je daar ook gewoon een week en noem maar op. maar in principe als ik gewoon naar kantoor ga krijg ik die tijd niet betaald de, de reistijd. nou dus uh, laten we even voor het gemak een uur per dag aan reistijd. dat is een half uurtje heen, half uurtje terug. ik weet eigenlijk niet eens of dat een gemiddelde is, maar volgens mij als je op de fiets stapt ben je ook zo een kwartiertje verder. Dus uh, nou, er zijn er genoeg die uh, toch net even buiten, buiten de stad of zo werken, of net even ergens anders. Mm -hmm. Dus een half uur heen, half uur terug, krijg je in principe niet betaald. Nee. Nee. Maar is wel één uh, op één gelinkt aan je werk. Ja, dus niet zo werken zou je het niet hoeven doen. Ja, ja. ja. Eh, okay. als, je dat, als je niet had gewerkt, had je dat die uur reistijd ook niet gehad. Nee, precies. Oké. Okay. Nou, dan, uh, dan heb je nog best wel een beetje drukke baan en zo. Dus elke dag heb je toch wel een uur nodig om te herstellen van je werk. En dat is gewoon even op de bank zitten, een kopje koffie, een kopje thee. Uh, desnoods even Netflix of de tv aan, weet ik veel wat. Of misschien ga je wel gewoon even slapen. Uh, even een uurtje uitrusten. Mm -hmm. En dat is dan een uur uitrusten die je niet had gehad als je je baan niet had gehad. Okay. Ja. En dat, dat klinkt misschien heel slecht, maar nou, volgens mij, na acht uur werken ben je ook gewoon even moe. Dat hoort er een beetje bij. Mm, ja. Of het, of het ja. goed is, weet ik niet. Hè? Want uh, daar verschillen de meningen over. Maar goed, laten we het voor het gemak even meenemen. En of je dan zegt, hè, ik daag je ook uit om dit even straks in je eigen situatie te berekenen. Hetzelfde geld zeg je: ja, ik hoef niet uit te rusten. Maar ik ben wel een uur aan het heenreizen en een uur terugreizen. En dan zit ik in de trein uit te rusten. Ja, dan zit je ook op twee uur. Ja, dus wij gaan even uit van een uur reistijd en een uur uitrusttijd. Ja, het kan meer of minder zijn, maar je moet ergens mee rekenen. Het, is, het gaat om het, om het voorbeeld uiteindelijk. Daarom. Nou, okay. dat nemen we ook weer even mee. En uh, nou, die 172 uur, dat is 21,5 dag yeah. uh, aan werkdagen. Dus ik heb gewoon even die, die twee uur, doe ik keer 21,5. Oké. Okay. Want uh, dat, dat zijn alle gemiddelde per jaar, per maand. Dat klinkt fair. Ja. ja. Nou, dus uh, dan heb je niet uh, 172 uur, maar dan heb je opeens 215 uur. Ja. Ja, dus dan ben je dus 215 uur bezig voor diezelfde 2000 euro. Ja, daar gaat je geld. Daar gaat je uurloon eigenlijk. Ja, want he, we zaten op die 11,63 euro, maar ik zit nu nog op 9,30 euro. <laughs> ja, nou ja, mooi. En, want he, effectief is er niks veranderd. Maar eigenlijk ben je dus niet... Dat hogere bedrag, maar dat lagere bedrag. Hmm. Nou, en dit is dus alleen op tijdbasis berekend. Maar stel nou dat er, uh, ja, er, er zijn verwachtingen dan op je werk af en toe, hè? Ik weet niet of jij dat, uh, maar als jij bij een klant gaat lunchen, neem je dan je eigen brood mee? Nou, hmm, vaak wel hoor. Ja, netjes. Ja, vaak wel. Het kan niet altijd. Dan wordt er wel een beetje, een beetje raar naar je gekeken, misschien wel. Nou, ik spreek soms wel eens af hè, dat, we, dat we gewoon samen gaan lunchen. Dat met, met mijn contactpersoon of met, met iemand, weet ik veel. Dat, dat spreken we wel eens af. Ja. Uh, maar als ik gewoon ergens zit te werken, dan ik ga ik rustig in mijn eentje rondje wandelen tussen de middag als ik bij een klant zit. Oh ja, en dan uh, boterhammen mee en gewoon een Ja, een bammetje bam ja. bam mee of een salade of uh, weet ik veel iets. Ah ja, nou ah, ja. Nou, dat... Uh, 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 maar het wisselt een beetje. Ja. Het wisselt een beetje. En ik, ik heb wel eens het idee dat er ook sommige bedrijven zijn die dan... Ja... En dat dat klinkt misschien heel lullig, maar dan heb je gewoon geen tijd om even een rondje te gaan wandelen of echt je pauze te nemen. Mm -hmm. En dan kiezen mensen toch wel voor uh, even snel naar de bedrijfskantine en weer door. Ja, nou ja, dat zie je veel inderdaad. Dat zie je heel veel. En nou dan, dan moet je ook een beetje geluk hebben, want sommige bedrijfskantines zijn echt heel duur. Maar goed, mm -hmm. laten, we, laten we nou eens zeggen van nou, je moet naar de bedrijfskantine, want ja, je boterham dat is gewoon even geen optie. En dan ben je 3 euro per dag kwijt. Mm -hmm. Ik weet eigenlijk niet wat een gemiddelde bedrijfskantine kost, want ik, ik neem altijd mijn eigen boterhammen mee. Maar volgens mij 3 euro, je hebt vaak een kroketje voor een euro, dan nog een broodje en een beetje drinken en zo. Dus 3 mm -hmm. euro vond ik eigenlijk wel, uh, wel fair. Oké. Okay. Nou, dan 3 uh, euro maal 21,5 dag. Ja. Nou, dat is toch 64,5 euro. Nou, ja. dan uh, gaan we nog even het een bekijken. Een ik weet niet of je nog een telefoon van de zaak hebt. Sommige mensen hebben dat en uh, het zou ook zomaar kunnen zijn dat daar nog een uh, een privé inhouding bijvoorbeeld bij zit. Eh, dat je, ja. hè, hier heb je telefoon, je mag een privé gebruiken, daar betaal je een tientje per maand voor. Ik nou maar ja. Even wat. Ja. Uh, nou, dat, dat tientje gaat dus ook voor je salaris eigenlijk af. Ja, ja maar aan, aan de andere kant als je die baan niet had, dan had je zelf ook een telefoon moeten kopen. Dus als je dat tientje in de maand ook op kwijt geweest, denk ik. Uh, ja, dat ben ik met je eens, maar stel nou dat het geen keuze is. Ja. Je moet uh, die telefoon afnemen. Ja, ja precies. Okay. Hè? Of voor je, weet ik, veel voor de, voor de auto van de zaak bijvoorbeeld. Ja. Dat, ja, dat zijn bepaalde verplichte kosten die, uh, waar je niet altijd een keuze voor hebt. Hmm. Dus nou, laten we gewoon dat tientje meenemen. Uh, nou, en uh, je, je moet af en toe een klein beetje langer werken en dan denk je echt van, oh nou moet ik nog koken ook, daar heb ik geen zin in. Dan doe je af en toe is <laughs> een kant en klaar, maar altijd. Nou, er zijn ja. mensen die dat er heel veel doen. Ja, nou ik heb gewoon uh, in deze berekening gezegd: eens in de twee weken een kant-en-klaar Nou oh ja. Nou, dat, uh, hè, dus daar reken ik ook nog even 57 per maand voor mee. Ja. Dat, uh, dat is uh, iets minder dan 4 euro voor een kant-en-klaar dat, dat komt wel uit, volgens mij. Denk het ook wel. Ja. Nou, met die kosten dan zit ik op 82 euro. Uh, 82 euro, dat is dus al uh, een goede 4% van die 2000 euro die je net overdient, hè? Even. Mm -hmm. In, in verhouding gezet. Dat zijn kosten die je maakt. En die horen er dan dus gewoon bij, heel flauw. Maar goed, dus je verdient eigenlijk niet 2000 euro per maand. Maar je verdient maar 1918 euro per maand. Ah. En daar ben je dan nog eens 215 uur mee bezig in plaats van 172 uur. Mm -hmm. Dus in plaats van die 11,63 euro per uur, die je netto verdient, verdien je nog maar 8,92 euro per uur. Mm -hmm. Het eet hard op zometeen. En dan denk je, ja, wat maakt het nou uit, beste Arnhem Boss? Die, die 1-2 euro per uur. Nou, dat zal ik je eens vertellen. De, het verschil is 2,71 euro. Uh, dat is 23,3 minder per uur dan wat je dacht te verdienen. Wauw. En ja, heel eerlijk, persoonlijk vind ik nog niet eens dat ik zo heel gek heb gedaan in dit voorbeeld. Nee. Want er zijn ook genoeg banen. Daar heb je bijvoorbeeld bepaalde kledingvoorschriften. Hè, je moet in pak verschijnen. Of hè, het wordt gewoon van je geacht om een overhemd aan te hebben. Ja. Nou, dat zijn uh, kledingstukken die niet heel goedkoop zijn. Een pak moet af en toe naar de stomerij. Ja. Dat zijn kosten die je niet had gehad op het moment dat je die baan niet had. Nee. Ik had in, uh, toen ik in loondienst nog was, droeg ik soms een pak, niet altijd. Het lag altijd een beetje aan de klant waar ik heen ging. Mm -hmm. Maar uh, over, een overhemd was eigenlijk wel standaard. Ja. Nou, wat, wij kregen daarvoor een, een soort onkostenvergoeding. En er okay. werd geacht dat je, als je een keer een incidenteel parkeerkaartje moest, moest kopen voor je, voor je bedrijfsauto, of als je, weet ik wel de ruitenwisselverloefstof moest bijvullen, ja, dan ging je natuurlijk niet naar de Action van 1,5 euro ruitenwisselverloefstof kopen en dan een bonnetje van 1,5 euro in een leveren Nee, dat je onkostenvergoeding. Mm -hmm. hè, om te voorkomen dat we dat, dat geschuiven met geld doen. En, en ze, ze zeiden ook al, van, ja, het is ook wel de bedoeling dat daaruit uh, die stoomrijke zo betaald kunnen worden. Okay. Ja, ja ik, ik weet bij ons bedrijf deden ze dat iets anders. Want uh, da daar was inderdaad zo'n zo vaste vergoeding. Uh, die is ja. uitgegaan omdat de Belastingdienst zei van ja, maar we kunnen niet controleren of het daarvoor gebruikt wordt. Dus eigenlijk is het oh. gewoon verkapt extra loon. Oh, trappig. Uh, dus om al het gezeur eromheen te voorkomen, hebben ze gezegd. Nou joh, lever de bonnetjes maar in. We automatiseren het systeem en uh, ja. uh, lever maar in. En uh, bijvoorbeeld die uh, die uh, daar krijgen we een, die mogen we ook op de tankpas meenemen. Ah oh, ja. ja, dan is dat natuurlijk wel opgelost. Ja. Dus op het moment dat je tankt. kan je meteen zo'n zo uh, 5 liter Jerrycan meenemen, zo ongeveer. Mm. Om, uh, om dat af en toe ook bij te vullen. Uh, je auto wassen kan daar nou, ook ja. mee. Uh, parkeerkaartjes hadden we ook weer een systeem voor. Nou, ga zomaar door. Eh, maar je park, dat moet gewoon af en toe naar de stomerij. Dat is nou eenmaal zo. Dat zijn kosten die hier nog dan vanaf gaan. Net de schoenen. Over het algemeen zijn die net even wat duurder dan die chille sneakers. Mm. En daar wil je ook nog wat afwisseling in. Dus nou, die vervang je nog wel eens. Of uh, daar heb je wat extra paar van. Ja. ja uh... En die heb ik dus nog helemaal niet meegenomen in deze berekening. Dus beste luisteraar, als je nou dit luistert en zegt van nou, ik ben wel benieuwd. Bereken het gewoon eens. Wat krijg je nou netto betaald? Hoeveel uur moet je, ben je daarvoor bezig per maand? En dan zou ik voor je werkuren, als je fulltime werkt, 172 aanhouden. Want dat is een beetje gemiddeld over het hele jaar. Uh, klom, komt dat uit? Maar ja, hoeveel, uh, hoeveel reis jij? Hoeveel moet je extra rusten? Uh, heb je af en toe nog eens een, uh, een conferentie of een, een netwerkevent? Wat de baas in principe niet betaalt, maar waar je wel semi geacht wordt dat je, dat je aanwezig bent. Ja, ja ik, ik vond dit wel een. Uh, een hele interessante. Hij komt uit het boek uh, Je Geld of Je Leven. Uh, dat boek dat zullen we ook meenemen in de show notes. Hij is niet meer te koop, geloof ik. Uh, maar als het goed is, is er wel een pdf legaal te downloaden. Oké, okay, dat is handig. Dus dan kan je hem gewoon als pdf -je downloaden en op je tablet lezen of ja. zo. Weet ik. ik vond een. Ja, uh, uh, hij komt uit 1963. 19, ja, weet ik. 19 Flintstone bijna. <laughs> uh, daar hebben ze het over de opkomst van een spreadsheet programma. Ja, ja. En willen ze eigenlijk alles nog op papier hebben? Nou, dat, hmm. hè, daar moet je ja, dan maar een beetje doorheen lezen. Ja. <laughs> maar er zitten wel hele leuke concepten in. Dat ik dacht, nou... Ja, dit, dit is een hele goeie, dat, dat werkelijke uurloon. En, en nou moet je misschien... Uh, dan kijk je naar het voorbeeld hè, wat, uh, wat Arjan net schetst... en dan denk je, wow, 23 of Dik 23 wat je eigenlijk nog aan verloren tijd en verloren geld hebt... omdat je, omdat je werkt, waardoor je je uurloon 23 lager uitkomt. Ja. Ik, ik denk dat veel van dit soort uh, voorbeelden die je noemt... Hè, dat zijn vaste bedragen. Die 3 euro in de kantine en zo, dat, dat, dat is gewoon een vast bedrag. Ja, dus ja, op het moment dat je meer of minder gaat verdienen, dan, dan zal dat percentage best wel, best wel gaan afwijken. Als je echt heel veel meer gaat verdienen, dan uh, ja, procentueel gezien wordt, wordt dat broodje in de kantine natuurlijk veel goedkoper. En hetzelfde geldt natuurlijk als je minder gaat verdienen, dan wordt het broodje effectief eigenlijk veel duurder, procentueel gezien. Ja, maar je hebt ook nog wel eens: hè, hoe hoger je in de boom komt binnen het bedrijf, hoe meer overuren er van je verwacht worden of hoe minder ze betaald worden. Ja, of dat je in één keer veel fancier, uh, fancy pakken gaat kopen met je privégeld. Ja. Je, je leasebudget gaat omhoog, maar daardoor ook je bijtelling. Terwijl je ja. mag ook gewoon een goedkopere auto rijden. Maar ja, dat, ja, als je opeens als eigenaar van het bedrijf met een, uh, weet ik veel, afgetrapte Corolla binnenkomt zetten. Nou, <laughs> ja, waarom niet? Dus ik zou het wel stoer vinden Ja, maar het, het moet wel bij je klant passen, denk ik. Het gebeurt in de praktijk ook niet vaak. Nee, He, en dat nee, zijn dat dus niet. toch een soort van kosten die erbij horen. Ja, precies. Dus het is denk ik belangrijk dat we, hè, we geven hier een rekenvoorbeeld. Uh, hang niet zozeer vast aan die 23%, maar reken er voor jezelf eens uit. Pak eens je, hè, het, het uurloon dat op je, uh, je loonstrook staat. Of eigenlijk beter nog, pak gewoon het, uh, het netto salaris dat op je loonstrook staat. En deel dat eens dus door, uh, door 172 als je voortaan werkt. En, en kijk eens wat eruit komt. En ga dan eens uh, proberen te achterhalen van waar zitten de lekken allemaal. Qua reistijd, qua uitrusten, uh, qua werkkleding die je privé koopt. Uh, en, en allerlei andere kosten die je nog hebt. Dat geeft best wel wat inzicht. Want, want uiteindelijk, ik neem aan, Arjen, dat je die ook wat, wat mee gaat doen natuurlijk, met die inzichten die je hebt. Ja, nou, het, en, en dat vond ik dus de interessante opvolger hiervan. Is iets het je waard? En dat klinkt ja. natuurlijk heel vaag. Maar ja, de, ik, ik denk dat iedereen dat wel kent. Van joh, kom, we gaan even weet ik veel, een hapje uit eten of zo. Mm -hmm. Nou, en dan ben je, weet ik veel, 20, 30 euro per persoon kwijt. Nee, wij trakteren dit keer of zo. Ik noem maar even oh ja. wat. Dus uh, uh, de rekening in het restaurant is 100 euro. Mm -hmm. Ja, ga dat nou eens terugrekenen hoe lang je daarvoor hebt moeten werken. <laughs> ja, dat is wel mooi. En dat klinkt heel flauw, want hè, de, voor, voor 8,92 euro, ja, dan heb je dus een uur of twaalf daarvoor moeten werken. Mm -hmm. En dit moet je niet altijd en overal doen, want soms is het het gewoon waard, klaar, ongeacht hoeveel, hoe lang je ervoor hebt hoeven werken. Uh, maar stel nou dat, het, uh, dat ze toch niet super aardig zijn, of dat je zegt van, ja, uh, dit restaurant is wel, het staat super goed aangeschreven, maar ik word net zo goed, heel gelukkig van de goedkope pizzaboer hier om de hoek. Ja. Is het het dan waard om er twaalf uur voor gewerkt te hebben? En nog zoiets, ja, ik, ik ben van de parkeerkosten, en als ik ergens een hekel aan heb, zijn het die parkeerkosten. Dat, uh, dat heb jij iets minder, Bas, geloof ik, maar ja, ik vind de website... Uh, Prettigparkeren.nl vind ik geweldig. Ik heb hem laatst nog een keer gebruikt. Dan zeg je dus van: Ik moet daar zijn op dat tijdstip. En dan zegt hij: Oké, dat kost je zoveel euro per uur aan parkeerkosten. Maar als je vijf minuten loopt, dan kan het gratis. Of als je tien minuten loopt, dan kan het gratis. En het verschilt een beetje waar je heen gaat. Maar als ik nou met vijf minuten heen en weer lopen, dus dat is tien minuten, kan ik opeens gratis parkeren. Nou, en we gaan de hele middag. Gaan we shoppen. Terwijl anders had ik 3 euro per uur moeten betalen. Keer 6 uur is 18 euro. Nou, met dit, dit uurloon, daar had ik dus 2 uur voor moeten werken. En dat heb ik terugverdiend in 10 minuten lopen. Mm -hmm. Ja. Dat, en dat, dat klinkt heel uitgekookt, maar het zijn allemaal van zulke kleine dingetjes. Van ik hey, denk er nou eens over na. Mm. Uh, moet je per se op, uh, op cruise gaan en super luxe vakantie? Of ga je gewoon lekker kamperen? Ja. Hè, en bereken nou sommige dingen eens terug van hey oké, okay, ik heb een goedkope optie wat op zich leuk is en ik heb een hele dure optie hoeveel uur moet je daar dan extra voor werken mm -hmm. Ja, ja ik, ik kijk daar vaak ook wel naar maar dan kijk ik met name naar als ik wat ga besparen hoeveel tijd kost het mij dan dus dan, dan draai ik hem oh, ja. eigenlijk om dat is een beetje hetzelfde principe ja, als ik een uur moet lopen om 3 euro parkeerkosten te besparen dan zeg ik nou, ik parkeer wel wat dichterbij voor die 3 euro extra dan heb geen zin om een uur te lopen. dus eigenlijk een beetje hetzelfde principe natuurlijk. Maar ja, ik, ik, denk, ik denk dat als je deze... Ik denk gewoon als luisteraar zijn, dan moet je dit, dit rekensommetje gewoon eens voor jezelf invullen. Gewoon om een beetje bewustwording te creëren van, van waar de lekken zitten. Ik denk dat dat heel goed is. Komt toch die beruchte bewuste weer tussendoor, hè? Ja, inderdaad. Kijk, en uiteindelijk, je hebt maar 168 uur per week. Ja. Daar uh, zit een groot deel slaap in, sowieso. Nou, uh, verder werk je ook nog een, uh, een aardig stukje. Dus ja, uiteindelijk waar pak je de middenweg en wat is iets je waard? Uh, ik, ik weet bijvoorbeeld jij, Bas. Jij bestelt boodschappen regelmatig, uit mijn no. hoofd gezegd. Ja. ja. ik doe ze gewoon. En aan de ene kant vind ik het ook gewoon heel chill om even door de supermarkt te wandelen. Mm -hmm. Het is soms ook wel leuk, alleen. En ik vind bezorgsupers best wel duur. Dus ja. uh, bij mij is het een beetje een wisselwerking. Ik vind het en niet super erg om te doen. En ik bespaar er geld mee. Maar goed, als jij zegt van ja, maar mijn uurloon is uh, veel hoger. Ik kan veel efficiënter de boodschappen doen. Dus in plaats van uh, anderhalf, twee uur ben ik alleen een, een half uur bezig om alles weer in te ruimen. en door de app te scrollen, noem maar op. Ja. Uh, en ja, nou dan ben ik misschien uh, 10 of 15 euro duurder uit. Ja. Uh, maar daarmee kan ik wel een uur andere leuke dingen doen. Oh, ja. En het. Het komt misschien he niet helemaal uit met mijn uurloon, maar prima. Uh, dat is het me waard, want dat en kan ik denk, ook. Hè? Ik denk dat vooral, vooral dat laatste wat je noemt, is denk ik uh, bij mij de key. Hè, want ongeacht even wat je uurloon is, hè, als ondernemer verdien ik wat meer dan wat ik voorheen in loondienst had. Maar, maar ook toen ik in loondienst was. Kijk, je moet je ook afvragen van wat is, wat is bepaalde tijd waard afhankelijk van de activiteiten die je gepland hebt. Um, want als je zegt van in jouw voorbeeld, uh, dat je net hebt gegeven Arjan, zeg je van nou, 11,63 euro, dat is je netto uh, uurloon. En uiteindelijk, uiteindelijk hou je 8,92 euro over. Uh, dus dan zou je kunnen zeggen, als je ergens een tientje mee bespaart voor een uur werk, dan, uh, dan is dat de moeite waard. Ja. ja. Ik zou altijd kijken ook naar, wat vind ik mijn vrije tijd waard? Want vrije tijd is vrij schaars, hè? Je, nou, wat je ik net zeg, uur. je hebt maar 168 uur per week. Ja, je hebt 24 uur in een dag zitten. Nou, daarvan slaap je een groot gedeelte. En dan, je bent ook veel bezig met werk, hè? Je, bent, uh, je gaat je klaarmaken, je hebt uh, aankleden, douchen. Uh, als je zelf je boterham mee neemt, dan zou je je boterham besmeren. Dan ga je op je reis tijd. Je moet terug. Uh, dan ga je eten koken. Uiteindelijk, de, en, en voordat je weer naar bed gaat, is de, de vrije tijd die je werkelijk hebt is, is beperkt. Ja. ja en ik, ik vind die tijd veel meer waard dan een tientje per uur. Ook al verdien je misschien een tientje per uur in, in je werk, zou ik zeggen dat die vrije tijd meer waard is, gevoelsmatig. Ja. ja. Nou, en, en, en dit zijn dus die overwegingen van hé. Hey, uh, ja, wat. Wat doe je dan met je tijd? Is het het waard? Uh, besteed je er iets meer tijd aan, omdat het echt heel veel goedkoper kan. Hè, we, we hebben het ook wel eens over middeling gehad dat je met een half uurtje, uh, zeker als je weet van ik, krijg, ik ga wat terugkrijgen, want de kans is heel groot dat ik wat terugkrijg, krijg je 150 euro terug. Nou, met een half uurtje 150 euro terugkrijgen vind ik dikke prima. Ja, dat is sowieso de moeite waard. Ja, maar uh, stel dat je er een dag voor bezig moet zijn. Ja, is het dan die dag uitzoeken, werken en noem maar op? Is het dat dan nog wel waard? Want het kost je een dag vrije tijd. Ja. Nou, en, en, en dat zijn dus allemaal overwegingen. Maar ik vond het, het principe je werkelijke uurloon, dat vond ik wel heel interessant. Want je kan dus wel heel leuk zeggen van ja, ik verdien uh, zoveel. Ja, maar als je daar elke dag voor naar de andere kant van het land moet reizen, uh, omdat toevallig het kantoor daar staat. Ja. Of uh, je moet in, uh, standaard in een hele dure auto rijden. Omdat klanten je, klanten je anders niet serieus nemen. Of uh, je moet uh, dure kleding aan. Of nou, hè, verzin het maar. Misschien ben je wel back-off en heb je alleen op zaterdagmiddag een uurtje puf om wat te doen. Hmm. Ja, dat, dat kost het allemaal. Ja. En daar ben ik ook wel heel benieuwd naar, uh, beste luisteraar. Van, uh, ja, maak die berekening eens. Ik ben wel benieuwd hoeveel. Uh, Hoeveel procent? Want je hoeft niet precies neer te zetten van ik verdien zoveel per uur. Dat uh, mag natuurlijk, ik ben heel benieuwd, maar uh, hoeft niet per se. Maar hoeveel procent wordt er eigenlijk afgesnoept door reistijd, verplichte kosten en, uh, en al dat soort dingen? Nou, ja, laat een berichtje achter uh, onder de show notes. Hè. Dat kan je natuurlijk sowieso doen. Uh, je kunt ons ook een, uh, als je dat niet wil, dan kan je ons privé een uh, bericht sturen via goedmetgeldpodcast.nl/slash contact. En als je deze aflevering leuk vond, laat dan even een rating en een review achter. Dat kan je doen op Spotify. Dat kan je ook doen op Apple Podcast. Um, met name op Apple Podcast. We gaan lekker met de, met de, met de ratings. Uh, we hebben er best een hoop binnen. Bij deze even een zwengeltje aangeven van uh, uh, geef hem even uh, vier sterren, vijf sterren uh, waarschijnlijk vijf sterren natuurlijk. En uh, ja, laat ons op die manier weten wat je ervan vindt. En mocht je dat al lang gedaan hebben, dan uh, gewoon tot volgende week weer. En tot volgende week.